Het is de eerste vrijdag van augustus en dat betekent dat het vandaag de Internationale Dag van het Bier is. De reden dat deze dag valt op de eerste vrijdag van augustus is omdat het dan meestal lekker weer is en op vrijdag het weekend dan eindelijk kan beginnen. Helaas werkt het weer in Nederland dit jaar niet helemaal mee op deze officieuze feestdag. Op deze heugelijke dag praat bierbrouwer Martijn Zwierstra van Martinus ons bij over de trends in de wereld van het gerstenat. We merken wel natuurlijk door alle crisissen en oorlogen dat mensen iets minder te besteden hebben. Alles gaat naar de hypotheek en de energierekening. Dus er is iets minder ruimte voor echt hele bijzondere bieren. Maar mensen worden er niet minder dorstig van. Je merkt wel dat mensen willen gewoon een lekker biertje. En er is een hele kleine groep die hele bijzondere bieren wilt. Maar verder merk je dat, een aantal jaar geleden was echt trend van hoe bijzonderder, hoe beter. En nu merk je toch wel dat mensen toch wel weer wat teruggaan naar gewoon een lekker normaal biertje. Ja, want jullie brouwen ook je eigen normale bier tegenwoordig? Ja, we hebben tegenwoordig een lager. Een soort van pils, om het even zo te noemen. Het heet ook Lager der A. Ik gebruik ook water uit A en dat is eigenlijk een alternatief als jij lokaal iets anders wilt dan een Heineken of een Bavaria. Dan kun je ook een Martinus lager krijgen, de lager der A. Een andere trend in de wereld van het bier zijn de 0.0 bieren. Hier heeft de bierbrouwer dan ook een duidelijke mening over. Nou ja, mijn persoonlijke mening, dan ga ik liever frisdrank maken. Is ook erg lekker. Het is een vrij bewerkelijk proces. Je ziet wel dat mensen, er is ook wel vragen. Wij hebben hier ook wel een alcoholvrij biertje. Niet van ons eigen merk. Of als iemand dat echt wil, dan hebben we dat wel. En verder zijn we eigenlijk te klein om dat echt op grote schaal te willen doen. Het is zowel een heugelijke dag voor zowel de drinker als de brouwer. Als bierbrouwer is het elke dag feest. Maar vandaag is het wel even extra leuk natuurlijk. Als bier op die manier toch even onder de aandacht wordt gebracht. Doen wij daar ook wel graag aan mee. Als je moet kiezen tussen je favoriete drankje, dan zeg jij? Dan zeg ik gewoon een Martinus Smoke Porter. Kijk.